Welkom in Kamperland, zo lijkt de oude Pieter Vermeulen ons te willen zeggen. Kamperland anno 1966. Dat jaar maken we een rondgang door het dorp. Dat doen we aan de hand van filmbeelden van Johan Adolfs uit Enschede. Hij maakt een dorpsfilm die geld op moet brengen. Geld bestemd voor de plaatselijke muziekvereniging. Adolfs zorgde ervoor dat iedereen uit het dorp in beeld kwam. Voor ons een prachtig document om ons een beeld te vormen van een landbouwdorp op Noord-Beveland. Ja, inderdaad, een landbouwdorp. Het gros van de inwoners verdient het brood op de Noord-Bevelandse klei. Aan de Baashuisweg zien we van die kamperlanders op de klei. In klederdracht, vrouw Riemes. In de Tweede Wereldoorlog is zij het gevaarlijke Walcheren ontvlucht en is nooit meer naar haar geboortegrond teruggekeerd. Dit is vrouw Gouwloze. Oh, het zit niet goed. Haar man, Piet Gouwloze. Nou moet u niet gaan denken dat iedereen in 1966 de aardappelen op zo'n bewerkelijke manier oogste. Nee, in de Jacobapolder kunnen we zien dat de Noord-Bevelandse boer net zo goed als elders gebruik maakt van de modernste technieken. Werkzaam in de landbouw. Adrie Vaassen is dat ook. Hij kent de 50%-regeling. De helft van de tijd is die boerenknecht en in de andere helft is die zijn eigen baas. Zijn vrouw, met dochter Ellie. Adrie heeft wat eigen grond en daarop goede fruitbomen. In zijn eigen tijd is hij fruitteler. Zo halverwege de jaren 60 telt Kamperland zo'n 1600 inwoners. Al die mensen moeten eten. Voor hun dagelijkse boodschappen gaan ze naar de Westhavendijk. Daar heeft Jan Buizen een moderne zelfbedieningswinkel. De eerste in zijn soort op Noord-Beveland. Betje de Kam, die hier zomaar zelf haar spullen kan pakken. Rechts Jan Buizen, die Adrie Karman aan de drank probeert te helpen. Mientje van de Kreken beheert de versafdeling. In het magazijn worden de bestellingen klaargemaakt, want de klant is koning en de wekelijkse boodschappen kunnen ook thuis bezorgd worden. Bij de winkel is er ook een bakkerij, daar werkt Hans de Bruine. Rienus van de Kreken haalt de broden uit de blikken. Adrie Riemes is een collega. Vol trots toont Jan Buizen ons een elektrische oven. Nog meer trots, de wagens waarmee de boodschappen naar de klanten worden gebracht. Naast de boodschappen bestemd voor de lichamelijke kamperlander zijn er uiteraard ook geestelijke voorzieningen. Het godshuis voor de gereformeerden aan de Veerweg. De hervormde kerk aan dezelfde weg en de oud-gereformeerden beleiden hun geloof in de Noordstraat. Kamperland, landbouwdorp. Marien Verburg, Marien van Kloos, op weg naar huis. Wellicht in de weer met de graanoogst. Samen met vele boeren in de omtrek is die lid van de Nobeco, een coöperatie. Hier hebben ze hun graanopslag. Later gaat deze coöperatie over in Cebeco, een landelijke vereniging die de landbouwproducten opkoopt, bewerkt en verkoopt. De schoonmaakmachine. Het graan wordt hier ook gedroogd en tijdelijk opgeslagen. Als we nader kennis willen maken met een aantal kamperlanders, trekken we de Veerweg op. Nou Zwemer met vrouw en dochter Katrien. Gerard Clement en zijn dochter Sanne. Nelly, dat is de kleindochter van Gerard. En zijn kleinzoon Arie. Vrouw Versluis Bechtel. Haar man Piet Versluis. De buurvrouw Nelly Noordhoek. Milieu is de kleermaker in het dorp. Daar komt vrouw De Vos. Maar Kamperland is meer dan alleen de Veerweg. Zo hebben ze er de Van Heestraat. Agent Minnaert van de Rijkspolitie. De Van Heestraat, vernoemd naar aannemer Van Hee. Hij bouwde in deze straat bijna alle huizen, vandaar. Ook een VG-winkel. Nele van de Welen is de winkeleigenaar. Vrouw Wiert Versluis voor haar café Revanche. De opgroeiende jeugd, terug op de Veerweg. Jan de Loof bemoeit zich met het camerawerk. Hij wil zijn vrouw er ook op. Kamperland 1966. De arbeiderswoningen. De kerk. De keurig verzorgde tuinen. De brave jeugd. Hier valt geen onvertogen woord. Adrie Bustraan links en Wout de Neef, het zijn stratenmakers.
Jan Jongepier uit Seroskerken. Zij pakken de bestrating aan van de Veerweg. Jeronimus over het nieuwe plaveisel. Zoals elk dorp in de jaren 60 heeft Kampeland ook nieuwbouw. Een van de modernere straten is een Nieuwstraat. Een prachtig tijdsbeeld, een Schotse collie. Een hondensoort dat in 1966 heel populair is door de serie Lassie op de televisie. In die Nieuwstraat woont vrouw Balken en de Zwemer. Nog een vrouw met dezelfde achternaam. Jaap de Recht gaat de deuren langs als verzekeringsagent. Nieuwbouw in de Nieuwstraat. Timmerman Rine Zwemer. Rechts Bob Abdoen. Het is een Algerijnse gastarbeider. Vandaag de dag heeft hij een eigen snackbar in Kortgene. Snackbar Messina. Als je een film maakt met zoveel mogelijk dorpsbewoners erin te willen van de muziek, mag de muziek zelf natuurlijk niet ontbreken. Dit Kampelandse muziekkorps luistert naar de naam Nicoleen. Een wat bijzondere naam. Meneer Van Dalsen was ooit hoofd van de hervormde school in Kampeland. En hij richtte dit muziekkorps op. Zijn voornaam luidde Nico Leendert. In die tijd van de oprichting zocht men een naam en een van de leden liet zich inspireren door de voornamen van Van Dalsen. Nicoleen, vandaar. Het werd een bloeiend tamboer- en pijperkorps. Tijdens landelijke wedstrijden vielen ze verschillende keren in de prijzen. Ze oefenden stevast op de vrijdagavond en dat werd ze noodlottig. Halverwege de jaren 60 begint de televisie op die avond de serie Bonanza uit te zenden. Over heldhaftige boerenjongens die stevast het kwaad in al haar vormen bestreden. En dat sloeg aan bij de Kampelandse jeugd. Bonanza won het van hun instrumenten en zij hingen hun trommels en trompetten aan de wilgen. Dit tot groot verdriet van tamboermeetre Bram de Smit. Korte tijd na deze filmopname wordt het muziekkorps opgeheven. Daar heeft het publiek dan nog geen weet van en geniet van de vrolijke klanken. Maatje Versluis de Bruin, groot fan van Nicoleen. Nicoleen op een van haar laatste tochten door het Noord-Beverlandse Kampeland.